Kijk eens even, waar is die dan? De Simplex New Generation. Dat is leuk, hè? Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En vandaag ga ik de Simplex uit de doos halen. Simplex New Generation. Extreme Depth. High-end futures. At an entry-level price. Nou, de doos zegt natuurlijk niet zoveel, dus we gaan hem eruit halen. De doos is trouwens niet zwaar. Hij is helemaal niet zwaar zelfs. Oh, wat zit erin? Carbon steeltje. Dikke pluspunt, weegt niks. Weegt echt helemaal niks. Maar wel lekker stevig. Dan hebben we de controlbox. Hartstikke leuk. Ik vind het zo leuk dingen uitpakken en in elkaar zetten en kijken wat het doet. En gewoon een hobby op zich. Ik zou wat meer geduld moeten hebben. Daar is die. Controlbox. Daar moet deze in dan. Oh, ze hebben een streepje gezet, zodat je weet. Kijk, je kan hem natuurlijk inschuiven, zodat hij lekker klein wordt. Maar als je hem eruit haalt, dan hebben ze hier al een soort streepje gezet. En dan weet je van, oké, dat is een minimale lengte die nog hierin moet blijven zitten. Dan is hij nog goed. Ik doe hem ietsje verder. Ja, partij. Chic de friemel hoor, hé. Dan hebben we nog een zakje met rommeltjes. Daar gaan we straks mee doen. En dan de schotel. Helemaal vol met klittenbandjes, hè? Ik word altijd helemaal kriegel van die klittenbandjes. Huppatee, weg. En dan hebben we in het zakje een oplaad CQ update kabel. Een klittenbandje voor hier. En de boutjes voor de schotel. En een boekje. Waarschijnlijk de gebruiksaanwijzing. Die moet daar. Er zit een vierkantje bij en er zitten drie rubbers bij. Dus één is waarschijnlijk een reserverubber. Dus wat gaan we doen is de rubbers gaan we hier in doen. En die zorgen ervoor dat... En voilà. Deze gaat bovenlangs. Want als je hem bovenlangs doet, dan blijft deze mooi recht. Doe hem niet te los, doe hem niet te strak. En dan deze aandraaien. Sommige mensen die vinden het heel vervelend. Ik vind het heel satisfying.
Zo fijn. En dan het leukste van alles. Het aanzetten. En ik heb het ook nog niet gezien. V7.0. Jeetje, wat een scherm. Er zit een hoop op. Ik ga kijken of ik het een beetje beter in beeld kan brengen. Dit is de sensitivity. Kijk. En die loopt tot 30. Dus 30 is max. Dan zie je ook dat hij een beetje gaat cringen. Maar dat komt omdat ik nog geen grondbalans, ik heb nog helemaal niets gedaan. En je ziet als je hem terugzet bij 26, dan is het al stil. Dus dat is eigenlijk best wel indrukwekkend. Dit zijn je modussen. Je hebt dus een field, een park, altoon, denk ik. Of vier tonen, altoon, beach en jewelry. Dan heb je hier een grondbalans, een reject, eject, terug, pinpoint, menu, aan en uit, plus en min en links en rechts. Nou, als je niets hebt ingedrukt en je gaat links en rechts, dan ga je tussen de modussen zoeken. Nou, dit is een all metal mode. Ik zei jewelry, maar het is all metal. Nou, we gaan gewoon eerst even bij het eerste standje. Als je het wieltje indrukt, dan kom je hieronder terecht. Dit is volume. Ga ik vanuit. Als we dan eentje verder gaan, dan kan je dus zeggen van, nou, wat wil je wel of niet in de discriminatie hebben. De eerste 10 staan standaard in dit programma in de discriminatie. F1, F2, F3. Nou ben ik een beetje in de war. Als dit de frequentie is, wat is die dan? Zal ik het boekje erbij moeten pakken? Dat kan toch niet. Ik heb het boekje erbij gepakt. Ik had het boekje nodig. En ik had het boekje nodig voor deze. Want ik wist niet wat het was. Ik kon het tekentje niet en ik wist niet wat het was. Het is... waar kan je het mee vergelijken? Het wordt ground suppressor genoemd. En een ground suppressor kan je vergelijken met... noise cancelling. Ja, ik weet niet of je dat zo mag noemen. Het is in ieder geval als je veel bijgeluiden hebt. Dus je zet hem eigenlijk standaard op 0, staat in het boekje. En als je op het strand bent, zet je hem standaard op 5. En dat zorgt ervoor dat bijgeluiden worden weggedrukt. Dus ik ben niet op het strand, dus ik zet hem weer eventjes terug op 0. Al die rare nieuwe tekentjes, soms moet je er echt zelf even wennen wat het is. Dit is de reactiesnelheid. Je ziet hier een klokje, een soort snelheidsmetertje. Zet je hem laag, wordt de metaaldetector ietsje langzamer, maar ga je wat dieper. Zet je hem hoog, wordt de metaaldetector sneller, maar ga je iets ondieper. Dat is de theorie. In de praktijk werkt dat niet altijd op die manier. Maar een tussenweg is altijd goed. Als we naar de volgende gaan, dan hebben we de Bluetooth. Dus daar kan je zorgen voor je koptelefoon. Wil je je koptelefoon pairen? Bij deze kan je trillen. Dit is je geen verlichting, laag verlichting, hoog verlichting. Dit is het lampje wat hier aan de andere kant zit. En dit is je factory reset. Wat heb ik nog niet besproken? Dat is bijvoorbeeld dit. Dit is je diepteindicator. Dit is je VDI. Dit is je... mineralization. En dan hebben we hier nog de grondbalans en de pinpoint.
Als je deze indrukt, ga je pompen en dan gaat hij de grondbalans doen. Als je deze indrukt, krijg je een pinpointer. Nou, de eerste metertjes staan. Ik heb hem aangezet, ik heb op park gedaan en het enige wat ik nu doe is de grondbalans. Nou, je hoort hem piepen. En dan is die good to go. ...19, dus ik verwacht een treklipje of zo. Maar... Nou, geen treklipje, een ringetje. Ik heb geen vondstentas of niks bij me. Ik heb gewoon de doos onder mijn arm genomen en ik ben naar het veld gegaan. Ik zeg, Wilma, ik ben weg. Doei. Hij schommelt van de 20 naar de 40. 45. En er zit een heel raar geluidje bij. Als je net dat ringetje hoorde, dat was mooi strak. Poep, 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 poep. En dit is, het lijkt alsof er een soort boogje in het geluid zit. Daaraan ga ik dus nu denken van, nou, ik denk een soort van bierdopje of zo. Het ligt in ieder geval lekker diep, want ik heb het nog niet gevonden. Ik zal eerst mijn scheppers even wat dieper maken. Zo. Even een beetje langere schep. Ik zat er gewoon naast. Daar moet hij zijn dan. Ja. Ik wist het al van tevoren. Het is een bierdopje. En hij is een beetje verroest. Het is een... krachtig kanon. Je hoort al aan het geluid dat het niet helemaal zuiver is. Dat is dan wel jammer dat ik daar geen lijfdik heb gedaan. Een stuivertje. Stuivertje, eerste stuivertje. Leuk. Weer geen lijfdik. Dat komt omdat ik dacht dat het iets anders was. Ik had namelijk niet verwacht dat 1 centje echt, maar ook echt helemaal kasverrot zo verschrikkelijk helder door zou komen. Dit is echt... Dr. Macro is er goed in geslaagd om de programma's een eigen karakter te geven. Dus zonder dat je zelf wat hoeft te doen,
is het toch een eigen karakter. Ik bedoel, het is niet zo dat als ik op een park loop, dat ik per se op park moet lopen. Ik mag best overschakelen naar field of naar vier tonen. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dat is wat je zelf leuk en goed en fijn vindt. Maar als ik hier op park overheen ga en ik twijfel en ik ga naar field, klinkt die al heel anders. Er zit een soort dubbele toon in, maar... En als ik het nog eentje opschuif... En nog eentje opschuif... En als ik er nog een opschuif... Of nog een... Dan zie je dat elk programma een eigen karakter heeft. En het is aan jou om te kijken welk karakter je fijn vindt. En het is aan mij om nu te kijken wat hieronder lag. Nou verwacht ik niet zoveel op dit veld, joh, want dit is gewoon echt zo'n kaalgezocht veldje. Dit is waarschijnlijk een stuk ijzer. Nou, het is geen ijzer. Ja, het is wel ijzer. Het is 5 eurocent. Een handige tip om bijvoorbeeld, als je echt alle ins en outs direct wil weten, is bijvoorbeeld naar Sebastian Hogeberg te gaan. Van de Dutch Metal Hunters. Hij is nomad, Nocta Macro expert. Zoiets, geloof ik. En hij weet exact al hoe dit zit. Hij heeft dat ding al veel langer en al 100 keer in zijn handen gehad. Voor mij is dit echt super ultra de eerste keer. Hij verbaast mij. Hij verbaast mij echt. Er zit veel meer op als dat ik dacht. Ik dacht echt dat het een simplex was. Met niks erop. Gewoon aan en lopen. Maar hij kan aan en lopen. Dus... Ben je een beginner, pak je hem, je zet hem aan en je loopt en hij doet het gewoon hartstikke goed. Wil je nou als expert of als gemiddelde zoeker meer instellingen hebben, dan zit dat er gewoon onder. Ik weet niet per se of dat ook bij de twee modellen hieronder zo is. Want je hebt natuurlijk nog de Bluetooth en de standaard. Ik moet de verschillen nog even bekijken wat dat exact is, maar hier zit in ieder geval best heel veel op. En ik denk... Ik heb er toch geen moer mee te maken, dus ik mag dat gerust zeggen. Dat die dikke middelvinger naar Crocodile Dundee met high value voor low price. Ik weet niet hoe ze het precies gezegd hebben. Ik denk dat dat wel gelukt is. Ik moet zeggen, ik ben echt wel onder de indruk. Dit was de Simplex New Generation, de ultra versie in een notendop. Want ik kan natuurlijk niet een metaaldetector binnenkrijgen, een uur later met jullie uitpakken en net doen alsof ik exact weet hoe die werkt. Zo werkt het nou helemaal niet. In een notendop. Wil je meer weten van deze metaaldetector? Wil je vaker zien dat ik ermee loop? Wil je weten wat die kan? Wil je zien hoe die op een akker of op een strand gaat bijvoorbeeld? Abonneer even, like deze video en blijf hangen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.